Vandaag zijn wij op stap gegaan met het nieuwste product van DJI, namelijk de Mavic 3. Deze hebben wij in verschillende omstandigheden kunnen proberen met de nieuwe functies en alles waar we zo direct op gaan komen. En daar hebben we dan uiteindelijk een review van gemaakt. Deze drone heeft twee camera's. Dus hij heeft een normale camera, 24 mm en een telelens, 162 mm. Ik vind de camera ontzettend goed van in ieder geval de 4/3 sensor op de Hasselblad. Vind ik echt een hele fijne camera om te gebruiken. In mijn ogen mist hij nog wel een klein beetje scherpheid aan de randen, maar in de basis is hij ontzettend goed. Daarnaast vind ik de telelens, dat is de 1/2 inch CMOS sensor, zit daarachter. 162 mm vind ik wel echt heel erg uniek. Zeker als je vliegt, dat heb ik vandaag echt gemerkt en dat zul je in de beelden ook zien. Je bent heel ver weg van iets, maar dat ziet er zo dichtbij uit en dat is vanuit een drone wel een heel uniek en gaaf perspectief. Ik vind dit wel echt een heel mooie nieuwe toevoeging, de nieuwe beschermhoes. Waar meteen mooi de gimbal beschermd wordt, maar ook de propellers. In plaats van het kleine kapje dat er vroeger overheen zat. Dat vind ik wel dat ze dat heel netjes hebben gedaan. Voordat we dan gaan vliegen wil ik nog één dingetje wel even benadrukken. Er zit hier een CE-label op. Dit is alleen niet het label die we nodig hebben vanaf 1 januari 2023 als de nieuwe wetgeving actief wordt. Dus let daar wel op. Ondanks dat het stickertje er zit, moet je wel even goed gaan kijken naar deze drone of hij inderdaad voldoet vanaf 1 januari 2023. Ik stel voor, laten we gewoon een stukje gaan vliegen, toch? Het overschakelen van de twee camera's werkt eigenlijk als volgt. Je klikt op de verrekijker, dan schakelt hij over naar wat DJI de Explore Mode noemt. Aan het begin is dit ook gewoon de Hasselblad camera, dus als er één keer staat, dat is nog steeds Hasselblad. Vanuit daar gaat hij naar twee keer, dat is een digitale zoom. En dan er vier keer is ook nog digitale zoom op, hè, de oorspronkelijke camera. En dan vanaf zeven keer, dat is eigenlijk de 162 mm, schakelt hij over naar de telelens. En dat zie je ook meteen in de kwaliteit. En vanuit 7 kun je nog naar 14 en 24 keer zoom, maar dat is ook weer digitaal. Ja, en in mijn ogen is eigenlijk digitaal, heb je niet zo heel erg veel aan, want dat kan je natuurlijk ook in post-production gewoon zelf doen. Maar ik vind dat de 1 en de 7 vind ik wel een hele gave combinatie. Een van de dingen die ik wel jammer vind op dit moment is het feit dat de telelens niet manueel is in te stellen als je filmt of foto's maakt. DJI, of eigenlijk de app, die bepaalt alles voor je. Dus die besluit de sluitertijd. En voor de rest ook, je kan alleen maar 4K 30 filmen. En ik heb eigenlijk een hele goede hoop dat ze dit in de toekomst wel gaan aanpassen. Dat je deze ook helemaal manueel kan instellen. Alleen op dit moment kan dat dus niet. En dat vind ik wel heel erg jammer. Want het lijkt mij heel mooi als ze dit gelijk trekken met de hoofdcamera die je wel volledig kan bedienen. Dus ja, laten we hopen dat ze dit in een update zo snel mogelijk wel gaan realiseren. Vandaag was er echt behoorlijk veel wind. Dat merk je natuurlijk tijdens het vliegen. Als je opstijgt, dan gaat de drone meteen hangen tegen de wind in. Vandaag was het volgens mij tussen de 30 en de 35 km per uur, wat hij echt prima aan kan. Het enige is natuurlijk wel dat als hij stil hangt, dat hij dan eigenlijk al 30 km per uur aan het vliegen is. En dit merk je ook wel echt in de vliegtijd van de drone. Dus 46 minuten hebben wij zeker niet gehaald, maar ik hoop dat we nog steeds wel tussen de 25 en de 30 minuten hebben gehaald. Ja, en als ik dat vergelijk met wat ik hiervoor had, dan haal je misschien een kwartiertje max. Dus dat is nog steeds wel significant meer. Dit geluid is dat de batterij echt bijna op is. Maar we waren al zo goed als terug, dus helemaal geen probleem. Nou, daar is hij weer. Een grote verandering die ze ook hebben gemaakt bij de Mavic 3 is de manier waarop de batterij in de drone gaat. Het welbekende design dat we kennen eigenlijk bij de Mavic Air 2S en de Mavic Pro 2 is dat die bovenop gaat. Nu hebben ze het design gemaakt, hier zie je de status, maar dat de batterij achterin gaat. En het is nu een soort grote zwarte batterij geworden die je hier achterin schuift. En hij zegt vanzelf klik als hij vast zit. De kleuren van de Hasselblad zien er op het scherm in ieder geval, hè, wat ik zie op dit moment, heel erg mooi uit. Ze hebben heel veel werk erin gestoken om deze nog echter te laten lijken, meer realistisch dan hoe het is. Dus zelfs als je niet aan nabewerking doet, zeker met videobeelden, dat het toch realistisch overkomt en prachtige kleuren heeft.
Nu is het ook zo dat de telelens dit uit zichzelf al doet. Je hebt niet eens echt de keuze om nabewerking te doen. En als ik kijk naar de filmpjes die we vandaag hebben gemaakt, ziet het er echt heel erg mooi uit. Het dynamische bereik van de Mavic 3 is echt weer een stuk beter geworden. Zeker als het licht wat slechter is. Vandaag hebben we ook heel veel bewolking gehad. Dan zie je gewoon dat de kleuren er beter uit blijven komen. En dat de schaduwen en de highlights allebei beter bewaard worden. Ik heb toevallig hiervoor ook al een paar vluchtjes gedaan en de foto's goed bekeken. En ja, dit valt wel echt op. Het is echt wel een stap vooruit van wat ik hiervoor heb gezien. Wat mij meteen heel erg opviel is dat hij heel erg stabiel is. Ik heb gelezen en... Het is allemaal hocus pocus, maar dat hij 3 verschillende satellieten kan gebruiken, dus van verschillende partijen. Waardoor hij nog accurater is in hoe hij stil hangt. Ja, en zeker als je de telelens gebruikt, dat is natuurlijk 162 mm. Het is echt verbazingwekkend, zelfs met deze wind, hoe perfect hij eigenlijk uitgelijnd blijft. En dat vind ik wel echt heel erg bijzonder om te zien. Daarnaast wat ik merk, hij heeft wat langere pootjes en ook wat grotere propellers. Dus hij heeft iets meer neiging om te hellen. Dus zeker als je ernaar kijkt, hij hangt wat steiler in bochten. En eigenlijk bij de gimbal af en toe heb ik ook wel gemerkt, als je dus sterk tegen de wind inhangt, dat hij af en toe een klein tikje kan geven. Dus dat het beeld heel veel mee moet draaien, omdat de gimbal zo hard aan het werk is. Dus dat is wel iets om in je achterhoofd te houden als je aan het filmen bent, dat dit eventueel kan gebeuren met wat stevigere wind en als je hard aan het verliezen bent. Oh, nee, dit gaat dus toch niet. Hij sensed dit. Zo, dat heb ik... Dat doen die anderen niet hoor, dit. Kijk, hij raakt hier het gras. En dan zegt hij mag niet. Terwijl die R2S bijvoorbeeld, die snijdt het gewoon stuk en die gaat gewoon. Zullen we het even hier beneden doen dan? De Mavic 3 heeft ook nieuwe obstakeldetectie, namelijk APAS 5, zoals DJI dat heel mooi noemt. En dit houdt eigenlijk in, ik had het gelezen dat het zelfs 200 meter om zich heen kan kijken. Dus eigenlijk de hele, het is bijna een soort Tesla geworden, hij kan alles om zich heen herkennen en zien. En als je ergens naartoe vliegt, wij hebben dat vandaag even geprobeerd met een hekje en Jeroen zelf achter de camera. Om te kijken van, ziet hij die nou en hoe gaat hij daarmee om? Oh, hij gaat om je heen. Ja, wat goed. Probeer je te raken, maar kan het niet. Je kan zelf instellen, ik wil dat je stopt of ik wil dat je er omheen vliegt en hij beslist zelf zijn pad. Ik had gekozen voor, je mag zelf je pad beslissen. Dus we zijn op het hek afgevlogen en dan zie je eigenlijk op het schermpje, zie je staande, komt een object aan hoeveel meter het is. En dan gaat hij zelf omhoog of omlaag of opzij. En in het geval van het hekje ging hij er gewoon heel netjes overheen. En hetzelfde geldt als we achteruit vlogen, dan deed hij het ook nog. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Zeker als je straks met de telelens aan het vliegen bent, dan heb je werkelijk geen idee meer misschien wat om je heen zit. Dus als je dan zijwaarts vliegt of achteruit vliegt, is het wel heel erg handig om deze functie aan te hebben. Als we praten over video, heeft de Mavic 3 ook weer stappen vooruit gedaan. Je kunt nu 5.1K op 50 frames per seconde filmen. En daarnaast 4K tot 120. Dat zijn echt grote stappen vooruit. En ik heb heel erg gemerkt, zelf tijdens het filmen, dat het D-Log profiel, dus het profiel waar je echt nabewerking goed in kan gebruiken, dat die ziet er platter uit. Waardoor ik het idee heb dat we straks in de nabewerking hier veel meer mee kunnen dan we met andere drones hier voorheen konden. Ja, mijn verwachtingen waren ontzettend hoog van de Mavic 3. Ik heb er heel erg naar uitgekeken. Ik ben zelf op dit moment een Mavic R2S gebruiker. Dus ik was heel benieuwd wat gaat het grote verschil maken. Tot nu toe merk ik echt dat de vliegtijd voor mij een hele grote plus is. Dat is echt een wereld van verschil. Ik vind de telelens een leuke toevoeging. Maar op dit moment voelt het nog een beetje als een gimmick. Omdat je kan nog niet zelf alles bedienen. Je hebt nog geen RAW. En dat vind ik heel jammer. Dus ik hoop echt dat ze dat gaan aanpassen. Daarnaast, de foto's zien er waanzinnig uit. Zeker de sensor is echt ontzettend goed. En in weinig lichtcondities gaat dat mij ontzettend helpen. Ik vind nog wel dat ze... De update van de drone mag echt wel uit gaan komen. Je hebt bijvoorbeeld nog steeds geen active track. En ik vind het bijzonder dat je zo'n flagship drone uitbrengt zonder deze functies. En ze komen eraan, dus dat is hartstikke mooi. Maar eigenlijk vind ik persoonlijk dat die er al lang had moeten zijn.